Welkom bij deze video-workshop van Clix, waarin we het gaan hebben over de vakantiemelding van Hotmail. Die zet je aan om al je contactpersonen een automatische mail te sturen wanneer je ze mailt als je op reis bent, om te vertellen dat je er niet bent en dat ze dus even geen antwoord moeten verwachten. Om te beginnen ga je inloggen op je Hotmail-account, want anders kan je natuurlijk niets instellen. Voilà. Eenmaal in je inbox zie je hier rechtsboven onder je naam opties staan. Daar klik je op en dan klik je op meer opties om hier terecht te komen. Hier staan alle opties die je in Hotmail kan instellen. En deze hebben we nodig. Automatische antwoorden bij afwezigheid verzenden. Klik je daarop, dan zie je hier een vakje staan waar je een mail kan samenstellen. Ik heb al een standaard mail van vroeger, maar je kan er natuurlijk typen wat je wil en die tekst ook opmaken, net zoals een echte mail. Van zodra je hier begint te typen, wordt dit automatisch aangestipt. Automatisch antwoorden bij afwezigheid verzenden naar personen die me een e-mail hebben gestuurd. Klik je hier op opslaan, dan krijgen alle mensen die je een mailtje sturen automatisch dit als antwoord. Vink je dit vakje hier aan, dan krijgen alleen de contactpersonen in je adresboek deze mail. Mensen die jou mailen maar die je niet kent, krijgen dit antwoord niet te zien. Dat is erg handig, want spammers die sturen soms zomaar mails uit naar willekeurige adressen om te kijken of die gebruikt worden. En als zij zo'n mail terugkrijgen, dan weten ze van ja, daar woont iemand, die kunnen we dus heel wat spam sturen. Stip dit dus aan, vink dit dus aan en druk op opslaan. En je kan met een gerust hart op reis vertrekken. Bezoek je je eigen postvak in, dan zie je hier dat het automatische antwoord bij afwezigheid nog is ingeschakeld. Om dat terug uit te schakelen, klik je hier. En dan stip je hier geen antwoord bij afwezigheid verzenden aan. En je drukt op opslaan. En klaar is Kees. Simpeler als dat kan het bijna niet.